Politiek buigt zich over stankoverlast in Nederland. Makkelijk drugs bestellen via QR-stickers. En de kerncentrale in Dodewaard moet plat, maar wie gaat dat betalen? De landelijke politiek buigt zich vandaag en de komende dagen over geurproblematiek in Nederland. Oftewel stankoverlast. Dat speelt bij veehouderijen, maar ook bij veel grote fabrieken. Ook in onze provincie is er een groot aantal hoofdpijndossiers waar nog steeds geen oplossing voor is, zoals de ARN in Nijmegen of de papierfabriek in Renkum. Ja, wij hebben ook een aantal hoofdpijndossiers in Gelderland. We hebben natuurlijk eerst toch de intensieve veehouderij. En voor de rest hebben we natuurlijk toch in Gelderland een aantal bedrijfterreinen. In Nijmegen, in Renkum, in Ermelo en in Lichtenvoorde. Waar toch ook veel wordt geklaagd en waar hoge geurniveaus zijn. Zo strijdt Hermine van den Berg al jaren in Renkum tegen stankoverlast van de papierfabriek daar. En ik zeg ook niet dat er niks tegen gebeurt. Je ziet dat de provincie wel pogingen doet. Ook de fabriek zelf, dat is positief. Alleen het effect is nog niet voldoende. En na 6 jaar wil je graag effect gaan zien. Koen Radi uit Elst is als geurdeskundige door de Tweede Kamer gevraagd om vanavond vanuit het recht en zijn kennis uitleg te komen geven over de geurproblematiek in Nederland. De landelijke politici willen weten of er veranderingen in de wet nodig zijn om geurproblematiek beter aan te kunnen pakken. Volgens Koen Radi gaat het nu niet goed om de problemen aan te pakken. Nee, omdat hij en te weinig geld en te weinig kennis en te weinig robuustheid en politieke moed. Je moet er ook de politieke moed voor hebben. Het probleem is volgens Koen Radi dat het geurbeleid te veel gedecentraliseerd is. Niet gemeentes, maar het Rijk en provincie moeten hier weer de regie krijgen. Ja, als je wetgeving maakt of regels opstelt, is het dan wel van belang dat je je eraan gaat houden. Anders is ook wetgeving vanuit Den Haag niet erg nuttig. In en rond het centrum van Nijmegen zijn stickers gevonden met een QR-code. Als je deze scant, leidt het je naar een website waar je drugs kunt bestellen. Wat je bestelt, wordt thuis bezorgd. De politie praat nog met de gemeente Nijmegen of ze hier iets tegen kunnen doen. Het gaat om deze sticker waarop staat dat ze verschillende drugs verkopen. Iriszorg controleert op drugs en de gevolgen ervan. Ja, mensen kunnen hier hun uitgaansdrugs laten testen. Die komen hier, dan gaan wij zo'n pilletje analyseren. Soms kunnen we meteen een uitslag geven. Soms moet zo'n pil, als die onbekend is, opgestuurd worden en krijg je een week later de uitslag. En daarbij geven we op dat moment heel veel voorlichting om die risico's te beperken. Dus het heeft een dubbelfunctie. Als je de QR-code scant, dan kom je op deze website terecht. Een kind kan de was doen, kan je zeggen. Het lijkt onschuldig, maar Imcard legt uit dat drugs erg verslavend kan werken. Ja, dan zie je vaak toch dat middelengebruik of het alcoholgebruik groter is geworden dan dat ze zelf wilden. De meesten beginnen toch met op een feestje en het is leuk en het is sfeerverhogend. En uiteindelijk krijgt het steeds meer plekken in het leven. Als je steeds meer neemt en er behoefte aan hebt, dan ben je hoogstwaarschijnlijk verslaafd. Ik noem maar een voorbeeld. Je hebt een drukke stagedag of je hebt stress gehad en je denkt, oh, ik wil vanavond even ontspannen. Ik neem een paar biertjes. Dan wordt er misschien toch eentje meer. En dan de volgende dag, ja, kan je niet zo lekker functioneren. Dan zie je dus dat alcoholgebruik invloed heeft op je werk. Ja, het is beter van niet, maar mocht je toch drugs willen gebruiken, doe dit dan altijd veilig. Bij Iriszorg kun je terecht om je drugs te laten testen. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Sommige mensen houden ervan en anderen kunnen het woord niet meer horen. Het gebrapad, een zebrapad in regenboogkleuren. Gek genoeg is er in Nijmegen nog geen één te vinden. Maar als het aan D66 ligt, komt daar binnenkort drastisch verandering in. De kerncentrale in Dodewaard moet plat, maar slopen lijkt te duur. In 1997 ging de kerncentrale al dicht, maar echt helemaal afbreken begint pas in 2045 vanwege veiligheidsvoorschriften. Het is wel de vraag of de eigenaar er dan genoeg geld voor heeft. Zoals het er nu naar uitziet, is dat niet het geval. Een stichting uit Amsterdam probeert de druk op de ketel te houden,
en vroeg maandag bij de Raad van State om maatregelen van de overheid. Een 18-jarige Nijmegenaar is op vrije voeten gesteld in afwachting van zijn berechting. De Nijmegenaar wordt ervan verdacht dat hij afgelopen juli tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Feesten een 19-jarige Wiegenaar met een mes neerstak. Het Openbaar Ministerie verwijt de Nijmegenaar een poging tot doodslag en, als dat niet bewezen kan worden, het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Het is nog onduidelijk wanneer de rechtszaak inhoudelijk wordt behandeld. De gemeente Nijmegen neemt het Takenhofplein onder de loep. Dat zegt een woordvoerder nadat een automobilist vorige week het water bij de fontein was ingereden. Maar de rotonde blijft. De zoveelste bestuurder parkeerde vorige week zijn voertuig in het water van het plein. Het gaat vaak fout op het Takenhofplein, terwijl weggebruikers er met verkeerslichten worden gewaarschuwd. Ruim 8 jaar stond de lift bij Stadsbrug de Oversteek stil, geveld door vandalisme. Na een fikse opknapbeurt is het toestel nu weer open. Fietsers en wandelaars zijn blij. Gemeenteraadslid April Ranshuizen, zelf rolstoelgebonden, zegt blij te zijn dat de lift het eindelijk weer doet, maar het jammer te vinden dat er aan de andere kant van de oversteek geen soortgelijke faciliteiten zijn. Laten we dit soort dingen in de toekomst meteen goed doen, zo zegt ze. In Arnhem ligt al jaren een regenboogpad, maar in Nijmegen nog geen één. D66 vindt dat daar snel verandering in moet komen, maar wil het dan gelijk groots aanpakken. Volgens de partij moet er in alle 9 stadskernen straks een regenbooguiting te zien zijn om de regenbooggemeenschap te steunen. Hoewel de acceptatie op het gebied van LHBTQI'ers in Nijmegen al redelijk goed is, blijkt uit onderzoek van de Gezondheidsmonitor uit 2016 dat het in sommige stadsdelen beter kan. Vooral inwoners in Lindeholt, Dukenburg, Nieuw-West en Zuid hebben vaker een negatievere houding tegenover de regenbooggemeenschap. Voor GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66 een goede reden om een motie voor onder meer regenboogvlaggen in te dienen. We hebben op dit moment te maken met de energiecrisis. De energierekening is voor veel mensen niet te betalen. Boodschappen worden duurder. D66 maakt zich druk om regenboogpaden. Ja, dat klopt. Ondanks alles wat je net noemde, is volgens mij de acceptatie van LHBTQU+ gemeenschap van ontzettend groot belang. En met deze motie betogen wij op een vrij eenvoudige manier toch aandacht voor te vragen. Buiten alle dingen die we ook voor die andere crisis als partij ons druk over maken. Worden LHBT'ers in Nijmegen nog niet voldoende geaccepteerd? Ik denk dat we hele grote stappen hebben gezet. Dat zie ik op middelbare scholen. Maar je ziet de laatste tijd ook dat dat niet in alle stadsdelen zo geldt. Dus ik denk dat de acceptatie een heel stuk gevorderd is, maar er absoluut nog niet helemaal is. Maar heb je ook een concreet voorbeeld waaruit blijkt dat bijvoorbeeld, laten we zeggen, Lindeholt, de LHBT'ers zich misschien minder veiliger voelen? Ik heb er geen concreet voorbeeld van, maar ik weet wel dat bij het uitgaan de afgelopen jaren af en toe echt wel incidenten zijn geweest, ook in Nijmegen. Waarbij geweld tegen de gemeenschap gebruikt is. En er is onlangs nog een vlag verbrand. Dus dat zijn ook wel concrete dingen waaruit je ziet dat we nog stappen te zetten hebben. Zijn jullie niet bang dat bijvoorbeeld zo'n muurschildering dan wordt beklad? Net zoals laatst een vlag in de fik is gestoken. Dat lijkt me een hele slechte raadgever, deze angst. Want volgens mij moeten we het juist doen. Maar kunnen jullie niet beter preventievere maatregelen nemen? Dus bijvoorbeeld hardere straffen voor geweld dat bijvoorbeeld wordt gepleegd? Nee, volgens mij moeten wij nu ook echt laten zien, wij staan achter onze gemeenschap en moeten wij het zichtbaar in de openbare ruimte laten zien dat onze LHBTIQ+ gemeenschap onze steun krijgt. Is het niet ook een beetje symboolpolitiek? Nee, absoluut niet. Het zichtbaar maken van regenbooguitingen is aangetoond dat dat daadwerkelijk helpt. Ja. Hoe is dat aangetoond dan? Nou, er zijn al een hele hoop steden die het op dit moment hebben. Dus daar hebben ze goed gekeken naar wat doet dit nou met aan de ene kant de gemeenschap zelf, maar ook met de discriminatie van de gemeenschap. Dus als mensen bijvoorbeeld hand in hand twee jongens over een regenboogpad lopen, dan gebeurt er niks. Maar om een ander zebrapad misschien eerder? Nou, dat lijkt me een beetje scherp geformuleerd. Ik denk dat dat niet het geval is. Het gaat over de doorwerking die het op de lange termijn heeft. Dus het gaat over acceptatie en het voorkomen van discriminatie. En dat zal niet ter plekke op één zebrapad gebeuren. Stel, er is straks overal een regenboogpad te zien in Nijmegen. Ik kan me ook zo voorstellen dat sommige mensen zoiets hebben. Ja, maar nu maak je juist iedereen die niet hetero is, apart.
Ja, ik kan me iets voorstellen bij wat je zegt. Maar ik denk toch dat om discriminatie tegen te gaan en acceptatie te vermeerderen, dat het wel goed is om de uiting aan te geven. En ik verwacht ook, daar heb ik geen cijfers voor, dat de grote groep in de gemeenschap dat ook wil. Maar wat je nu aangeeft, dat begrijp ik ook heel erg goed. Dus het is uiteindelijk hebben we de overweging gemaakt en we denken dat dit het meest bijdraagt aan meer acceptatie van de gemeenschap binnen Nijmegen. Na wat regen in de nacht werd het vandaag toch weer een aangename dag. De dag begon weer als een sprookje, zoals ook hier achter mij te zien is in de Betuwe. Verder was er genoeg ruimte voor de zon en werd het zo'n 15 graden. Ja, morgen wordt ook niet gek. Er kan in de loop van de dag een klein buitje vallen. Maar over het algemeen zal het droog blijven met genoeg ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op naar een graad of 16. De dagen erna iets wisselvalliger, iets koeler, een klein beetje onstuimig. Kortom, herfst zoals de herfst hoort te zijn. En tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Nu op RN7 kun je kijken naar een nieuwe filmupdate met enkele films die vanaf morgen in de bioscoop draaien. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.